Nou, het probleem van de traangoot en de wallen is dat door de dieper liggende, ja, doordat dit gebied wat dieper gaat liggen, dat mensen er vermoeider en er gewoon ouder uitzien. Nou, daar gebruik je meestal een filler voor, of de plexer. Filler gebruik je als het de huid gewoon relatief strak is en het wel gevuld moet worden. En als het huid slap is, dan raad ik meestal de plexer aan. Ik wil nog even benadrukken dus dat je ook weer daarin specifieke middelen gebruikt die juist wat minder zwelling geven. Omdat je anders het middel te veel zou kunnen zien. Nou, eigenlijk is het een uitstekende behandeling die hele goede resultaten geeft en waarin mensen ook heel veel effect van zien. Dit is een behandeling die ik eigenlijk heel veel doe in mijn praktijk. Het is gewoon met een uitstekende tevredenheid en mensen zijn echt soms gewoon verbaasd van god dat dit kan. Dus het is een uitstekende behandeling met een zeer hoog resultaat gebeuren. En wat nog leuk is om te vermelden, is dat als je deze behandelt, dat soms ook dit weggaat. Dus ook de neuslippen.